De komende dagen is het rustig herfstweer met soms ook behoorlijk koude nachten waarin kans is op mist. En hoe het zit met mist de komende dagen, dat ga ik je nu vertellen. Ook vanochtend hadden we op heel veel plaatsen te maken met mist. Het zicht was slecht en het duurde ook een behoorlijke tijd voor op veel plaatsen de zon doorbrak. Kijken we naar de satellietfoto van vanmiddag, dan zien we dat nog steeds boven het oosten en noordoosten van het land lage bewolking, nevel en mist aanwezig waren. Onder die deken met nevel en mist was het niet heel veel warmer dan 10 of 11 graden. Maar in de rest van het land, daar waar de zon scheen, waren ook wat kleine stapelwolken aanwezig. En daar kon de temperatuur oplopen naar plaatselijk meer dan 18 graden. Vanavond en vannacht, dan wordt het verschil allemaal een stuk kleiner. Vanavond dan lossen de stapelwolken op, wordt het op veel plaatsen helder. In het oosten van het land komt dan al op veel plaatsen mist voor. Temperaturen waar vandaag de zon heeft geschenen liggen vanavond rond een graad of 13. En onder de mist is het een graad of 10. Vannacht koelt het dan flink af. In de gebieden waar het heel mistig is gebleven, daar koelt het wat minder snel af. Maar op de koudste plaatsen in het binnenland kan de temperatuur dalen naar zo'n 2 of 3 graden boven nul. Misschien ook met vorst aan de grond. Maar uiteindelijk ontstaat op steeds meer plaatsen in de loop van de nacht ook mist. Pal aan zee is het net eventjes wat minder koud en dat komt door het aanwezige vrij warme zeewater. Morgenochtend hebben we eerst nog met veel grijzigheid te maken. Met nevel, lokaal ook met dichte mist. Maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het oosten op steeds meer plaatsen de zon door. Maar er zijn ook plaatsen waar het tot in de middag hardnekkig grijs blijft. Als de zon eenmaal doorbreekt, loopt de temperatuur op naar een graad of 17. Veel wind daarbij hebben we niet. Maar waar het lang grijs blijft, daar blijft de temperatuur natuurlijk een aantal graden achter. De nacht naar zaterdag is iets minder koud, dan is de kans op mist ook een stuk kleiner. Overdag een afwisseling van zon, stapelwolken, het blijft dan ook overal droog. Zondag, dat wordt wel weer een koude nacht met op de koudste plaats opnieuw minima in de buurt van 2 graden. En ook dan kan op uitgebreide schaal land in maart mist ontstaan. Zondag in de loop van de dag ook wat meer bewolking vanuit het westen, dan ligt de maximumtemperatuur iets lager. En na het weekend, dan neemt de wisselvalligheid toe. Met name dinsdag kan het dan ook aan de kust stevig waaien en valt ook van tijd tot tijd wat regen. De nachttemperaturen, die gaan wel omhoog. Ik wens u verder nog een fijne dag.